Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Het is zomervakantie en daarom dus tijd voor een nieuwe summer DIY. Vandaag ga ik jullie de beste tips geven voor een super toffe sleepover met je vriendinnen. De uitnodiging. Om je vriendinnen uit te nodigen, heb je natuurlijk een uitnodiging nodig. En ik heb een superleuke manier gevonden om je vriendinnen uit te nodigen. Namelijk dit slaapmaskertje. En ik heb het al een keer gemaakt. Het is een unicorn. En ik ga jullie nu laten zien hoe je dit maakt. Wat heb je er allemaal voor nodig? Gekleurd papier en liefst in twee verschillende kleuren. Een vormpje en ik heb deze van het internet afgeprint en dit is een unicorn. Allee, ik ga er nog zo'n horentje aan maken. Lint natuurlijk, voor het zo rond je hoofd te doen. Een schaar, een stift en plakband. Stap 1. Je eerste stap is dus dit vormpje op een papier leggen en dan met een stift er rond gaan en het uitknippen. Het is belangrijk dat je met je andere hand het vormpje goed vasthoudt, zodat het niet kan bewegen. Ja, dit gaat super snel en je kan bijvoorbeeld ook andere dieren maken. Je moet niet per se een unicorn maken, maar ja, een unicorn is een van mijn favoriete dieren. Dus ja, uiteraard maak ik dat. Alhoewel, ik had ook wel een katje kunnen maken voor Woestie. Stap 2. Dus nu gaan we de ogen maken en het horentje. En voor het horentje heb je een andere kleur nodig. Ik ga geel nemen, denk ik. En het horentje is eigenlijk gewoon een driehoekje dat je moet tekenen. Dus dat is helemaal niet leuk. Zo, en dan gaan we dat op dit vormpje. Ik ga de plakband dubbel vouwen, zodat je dat niet ziet. Want dat is al een beetje mooier. En dan kleef ik het achteraan, dus waar de stift is. En dan kleef ik het op. En dan hebben we een horentje. En voor de oogjes gebruik ik gewoon een stift. En ik ga een boogje tekenen met drie streepjes aan voor de wimpers. Stap 3. En voor de laatste stap moeten we gewoon nog een touwtje bevestigen. En dan is je slaapmaskertje klaar. Ik ga twee stukjes maken. Dus hier eentje. En dan kunnen ze het zelf binden. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. En dit is dan je slaapmaskertje. En langs de achterkant kan je nog een leuk tekstje schrijven waar en wanneer je feestje plaatsvindt. Het eten. Zoals jullie al hebben gezien staat hier heel lekker eten. Want bij een goed feest hoort natuurlijk lekker eten. En ik heb iets heel makkelijk dat jullie zelf kunnen maken. Namelijk s'mores. Dat is eigenlijk gewoon een marshmallow tussen twee koekjes. En ik ga die dan versieren met sprinkles. En het goede nieuws is, als je s'mores op zijn, kan je met de overige marshmallows Chubby Bunny spelen of de Chipmunk Challenge doen. En dan moet je dus zoveel mogelijk marshmallows in je mond proppen. Dus we nemen twee koekjes, een marshmallow erin en natuurlijk één voor in de mond. En dan neem je een beetje sprinkles in je hand en dan kan je die zo in de marshmallow drukken. En als je niet graag sprinkels eet, kan het ook bijvoorbeeld met chocolade. Zo, dan doen we het er een beetje op. En dan doen we het koekje er bovenop. En als je het in de oven steekt, moet je het natuurlijk heel recht houden, zodat het er niet afvalt. Een beetje duwen. Het is gebroken. Niet te hard duwen, want het koekje breekt. Oké, en dan gaan we er nog een paar maken. Zo,
Nu kunnen de koekjes op bakpapier, op een bakplaat of in een schaal. En dan moeten die in de oven op grillstand. Als je dat niet goed weet, vraag het best aan je ouders. En ze moeten er maar 2 minuten in en dan is het al klaar. Of je kan ze ook op de barbecue leggen of tussen een rooster. De spelletjes! Dan is het nu tijd voor de spelletjes. En je hebt er helemaal niet veel voor nodig. Gewoon een beetje wattebolletjes en vaseline. Ik zal het even tonen. Je doet een beetje vaseline op je neus. En dan moet je dus met je neus dat oppikken, dus zo. Dat is toch wel moeilijk. Dus je moet heel veel vaseline op je neus doen, zodat het goed plakt. En dan moet je dus onder de meeste wattenbolletjes overbrengen. Dus dan moet je zo doen. En dan mag je die, mag je handen niet gebruiken. En je moet heel snel zijn. Je kunt ook vals spelen. En als je kom groot genoeg is, kun je bijvoorbeeld 2 tegelijk doen. En dit gaat dus echt super grappig worden als je tegen je vriendinnen speelt. En je kan bijvoorbeeld de verliezer een straf laten uitvoeren. Bijvoorbeeld iets vies opeten of zo. Dus dat wordt echt heel leuk. Zo, dit waren mijn tips voor een superleuk slaapfeestje met je vriendinnen. Probeer ze zeker ook thuis. Tot de volgende keer. Dag!